Alert is inmiddels, hij staat bij Nico Post van Scheepsverre Brouwer. Inmiddels hebben we nou met behulp van Juri, die bij me werkt, hebben we de hele dek op zitten op 1 meter na. Achter moet er nog een metertje bij. En dan zijn we dicht. Dat houdt wel in dat het hele dek er nog weer een keer af moet, omdat we hem van onder alvast wit willen schilderen. En in de epoxy willen zetten. Dat is natuurlijk veel makkelijker om dat buiten de boot te doen dan binnen de boot. Dit is het achterdeel van de grond, dat is helemaal verrot. Dus dat ben ik daarachter weer aan het vernieuwen. De oude eigenaar die had nog een hele verfomfaaide tekening. En die heb ik ook wel nodig, want ik weet niet hoe het dek ingericht was. Maar hier zie je dus alles wat erop zit. Beluchters, lieren, de runners voor de bakstagen. Zo kan ik precies opmeten waar wat moet. Dat is wel heel erg fijn. Nou, we gaan even binnenkijken. Voor deze, mijn broer heeft dat helemaal geschilderd. Het lakwerk moet nog wel eventjes opgeknapt worden. Maar het meeste lakwerk, zoals bij zo'n bedje, is dat wel beschadigd. Maar als je ziet hier zo'n... Het is verschrikkelijk mooi beslag, allemaal heel zwaar gemaakt. Dus dat heb ik alleen maar met een dremeltje gepoetst. Het was ook gelakt en eroverheen gelakt, maar ik heb er allemaal afgekrapt. Dit, zo'n dingetje. Daar heb ik hem opgeknapt. Nou ja, dit een beetje gepoetst. Nu wil ik hem nog wel even afhalen om te polijsten. Nou, zo gaat het maar verder. Dat zijn de kastjes, die moeten nog wel even geschilderd worden. Maar dat wil ik dan doen van bovenaf als die platen er weer af zijn. De bedjes heb ik inmiddels al gesneden. Maar die waren verrot, die hebben ze eruit gegooid. Ik kan alle tukkie doen, stiekem, maar heb ik nog niet gedaan. Nou, voorin ook. Het is alleen maar weer een beetje stoffig geworden. Ja, de naam staat er ook nog in. En hier nog een bouwnummer. Kijk, hier kan je die platen van onderaf zien. En die wil ik dan zo direct eerst schilderen. Even de spanten aftekenen, want die spanten moeten gelijmd worden natuurlijk. Dus die mogen niet geschilderd worden. Maar hier tussen kunnen we schilderen. Dus teken ik hem af en als die plaat eraf komt, dan schilderen we dat dan vast. Het scheelt een hele hoop boven de handwerk. Pas geleden, 2 weken geleden, is de oude kapitein, die hier 5 jaar kapitein is geweest, is hier geweest. Die was flink ontdaan, omdat hij een schip wat toen 100% was, zag hij nu zomaar gesloopt. Dus die heeft wel, die ging bijna huilend weg. Alles valt mee. Toen je er begon, het was allemaal zeiknat en die boot is goed droog nu. En het is geschilderd en een beetje poetsen. Het is hartstikke leuk. Alles valt mee, alles valt mee. Die mast die heeft wel een probleempje. Die is daar hol. Hier heeft ze een vast stuk in gezeten. Waardoor dat water wat in die mast kwam, dat bleef daar hangen. Dat is gaan rotten. Hebben ze hem eruit gehaald. En toen zetten ze hem op de grond daar, toen brak zo het hele stuk eraf. De oude eigenaar dacht dat ik het een beetje als een molensteen om mijn nek had. Dat gevoel, dat liet ik ook wel een beetje blijken, want ik wist niet waar ik aan begon. En ik heb gezegd, die boot is niet meer te koop. Want ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen.